Deze nieuwsuitzending is van zondag 29 november 2020. Het is in de ochtend. Het is lekker stil op straat. Ik ben net naar de supermarkt geweest. En iedereen liep daar met een mondkapje. Ook op straat. Er waren niet zoveel mensen op straat. Maar ook daar zo goed als iedereen met een mondkapje. Ik vind het wel zielig voor het personeel van die supermarkt, dat is de Albert Heijn. Dat ze daar moeten ze dan werken met een mondkapje. En dat doe ik dus door de week zo ook. Want mijn locatie die is in quarantaine geplaatst. Nee, dat is grappig. Dus als ik op mijn werk binnenkom, is het een heel gehannes. Want ik mag daar niet zonder de beschermende kleding naar binnen. Dus dan moet ik door die ene deur. En daar staan dan de beschermende materialen, de BPM. Zoiets, persoonlijke dingen. En dan pak ik daar die spullen, dan ga ik naar buiten en dan ga ik door die andere deur naar binnen. Want ik moet op de A-vleugel beginnen. Met zo'n dagschema en alles, dus ik moet op A beginnen. Dus ik moet de B niet naar binnen, maar ik moet dan wel mijn spullen pakken. En dan moet ik, eigenlijk moet ik buiten de beschermende kleding aandoen. Maar dat doe ik dan niet. Ik ga wel in de hal staan. En dan jezelf helemaal optuigen. En dan heb je een schort. En dat kan gewassen worden. Er zitten ook manchetjes aan. Dat is van kunststof. Een kleurtje lichtblauw. En dan moet daar overheen een wegwerpschort. Dat is ook van plastic, maar dat is dan heel dun. Dat is een gehannes, man. Dan moet je dat omknopen. Ja, en dan een mondmasker voor. En ik heb ook nog een tijdje met een haarnetje gelopen. Nou, dat is helemaal om je te bescheuren natuurlijk. Met die paar haren van mij. Maar er moest dan een netje omheen voor alle zekerheid. Maar dat doen we nou niet meer. Het is een van de bewoners, die Groningse herenboer, die heeft gezegd tegen een van die begeleiders, met zo'n hele serieuze blik en stemmen. Ja, je moet niet denken dat je mij voor de gek kan houden met die mondkapjes. Die prikte er helemaal doorheen. Die wist dat het idioterie was. Want al die bewoners hebben geen mondkapje. En al die begeleiders wel. Ja, waar gaat het om? Ja, toch? Het is een idioterie. Dat is het. En ja, ik maak me er niet heel veel zorgen om. Of eigenlijk helemaal niet. Ik zie al die mensen lopen met een mondkapje en ik denk, ja, ik dacht het wel. Al die mensen zijn bang. Iedereen is bang. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die mensen niet bang zijn voor dat waar ze bang voor moeten zijn. Namelijk hun hachje. Hun lichaam en hun ziel. Maar als je daar niet bang voor bent, dan word je bang voor... CO2. Dat kan niet, de CO2. En wat nou CO2? Om maar een oude koe uit de sloot te halen. De mensen die bang zijn voor koolstofdioxide, die weten niet wat koolstofdioxide is.
Koolstofdioxide hoort bij de koolstofcyclus. En de koolstofcyclus is de basis van leven. Zonder CO2 geen koolstofcyclus. Zonder koolstofcyclus geen leven. Ja, maar als je te veel CO2 hebt, nou, dan gaat de zeespiegel stijgen met 80 meter. Ja, serieus, hè? Zo. Ja, zo zijn heel veel mensen. En die zijn daar daadwerkelijk bang voor. Als je tegen die mensen gaat zeggen, ja, maar CO2, moet je luisteren, jongen. Wij weten, vanuit de biologie weten we dat. Dat de CO2-concentratie heel lang geleden, weliswaar, maar toen was die keihoog. Wel 8 keer zo hoog als nu. Ja, en nu is hij dus keilaag. Maar hij mag niet hoger. En mensen klampen zich daaraan vast. Van, oh, wat fijn. Ik weet nu waarom ik bang moet zijn. Oh, en de NO2, dat is misschien nog erger. Nou, wat dacht je van SO2? Wat maakt het allemaal uit? Waarom zou jij je druk maken over scheikundige moleculen waarvan je niet eens weet wat ze zijn en wat het inhoudt? En om een tipje van de sluier op te lichten, nee, het is niet zo dat als de koolstofdioxideconcentratie blijft stijgen, zoals hij de laatste tijd doet, want hij stijgt, dus iedereen het over eens. Maar dat houdt niet in dat de zeespiegel met 80 meter gaat stijgen. Punt. Ja, einde discussie. Ja, maar professor Dr. Bert Vermeersen, die zegt dat het wel mogelijk is. En wie moet ik dan geloven? Ja, wie moet je geloven? Een onverzorgde man? Een veelprater op een podium van de Universiteit van Nederland, gefinancierd door Unilever, of gesponsord, met een aquarium en daarin een meuk ijzerveilsel en meneer heeft een magneet meegenomen. En dan gaat hij met die magneet langs de rand van het aquarium. En dan zie je aan de binnenkant van het aquarium, terwijl er glas tussen zit, dan gaat het ijzerveisel omhoog. Tegen de magneet aan. Ja, dat wist ik toen ik 7 was. Het heet magnetisme. En het werkt alleen met ijzer. En niet met... Ja, je kan een andere doen. Een houtkrullen kan je erin doen in je aquarium. En dan ga je met je magneet langs die houtkrullen en dan gebeurt er niks. Of zand. Doe je er zand in. En dan ga je met je magneten langs. Dan gebeurt helemaal niks. Maar doe je de ijzerveilsel in. En je gaat er met de magneet langs. Hiep. Nou. En als je dan zo'n man met zo'n experiment. Dat noemt hij dan een experiment. Met een magneet langs ijzerveilsel. En dan zie je dat het ijzerveilsel aangetrokken wordt door de magneet. En de zeespiegel kan met 80 meter gaan stijgen. En met dit experiment weten we dat het mogelijk is. Ja. Ja, het is aan jou. Dat is het punt. En als je niet bang bent voor je hachie, dan, je hebt die angst, die heb jij van nature meegekregen. Je hebt zoveel angst, je hebt als het ware zoveel kilojoule, ampère uur of zo, aan angst. En die moet je ergens op richten. En het beste waar jij die angst op kan richten, is dat je vreest voor je hachie. En je kan wel kijken naar je bankrekening bij de ABN AMRO. Maar hoe zit het met je bankrekening daarboven? Hé?
Je kan niet zeggen van, nou, ik heb allemaal wijven verkracht en allemaal dingen gedaan. Hele regio's in economische armoede gestort. Maar ik heb wel een Jeffrey Epstein-eiland. Voor mezelf. Ja, dat telt niet. Ja, maar dan heb ik wel, eiland. Snap je? Kan je niet zomaar komen. Ik heb ook een radarstation en zo. En, daar zit ik lekker veilig. Ja. Kijk, het is algemeen vastgesteld dat de gemiddelde levensduur van een mens is iets van 70 jaar, 80 jaar in de ontwikkelde gebieden en in de rest is het een stuk lager. Maar soms wordt iemand 100, maar meestal haal je dat niet. Al was het alleen maar omdat mensen, als ze zo oud geworden zijn, dat ze denken van ja, het leven is een eeuwige herhaling en ik begrijp het nu wel. Omdat ze er klaar mee zijn. En dat was jouw leven. Het punt is dat jouw leven is veroorzaakt door leven. Dus eerst was er leven en toen kwam jij. En voor zover jij leeft, is dat omdat jij het product bent van leven. En dat is eeuwig. Dat leven. Leven is per definitie eeuwig. Leven kent geen dood. Dat is het aspect van leven. Maar hoe zit het met jouw eeuwige leven? Maak je daar zorgen over? Er zijn mensen die de dood vrezen. Die hebben in zekere zin gelijk. Ik had een keer een gesprek met een christen. Een evangelist. Die stond hier op het kerkplein. De blijde boodschap uit te dragen. En ik heb me even voorgesteld en hem geprezen. Goed dat je bezig bent. Wat vindt u dan van de Bijbel? Ik zei, Christus heeft mijn leven gered. Dus ja, daar kunnen we kort over zijn. En ik vroeg aan hem, hoe denk jij over de dood? Oh, zei hij, dat is Openbaring, hoofdstuk dit, verse dat. En daar staat, ik parafraseer, dat het leven bestaat uit opstaan en de afwas doen en de bus halen en de kerstkaarten versturen op tijd en dit en dat, zus en zo. En als je dood bent, dan hoeft dat niet meer. Dan ben je verlost van je taak. En gelijk Dennis Bergkamp bij Europese kampioenschappen. Ik weet niet of het gebeurd is hoor, maar dan scoort Dennis. En dan heeft hij ook nog een hele mooie voorzet gegeven. En dan heeft hij die jury heeft nog gescoord. Kortom, twee doelpunten. En de trainer die ziet dat Dennis, punt 1, hij heeft zijn doelpunten gemaakt. En de rest van de wedstrijd, als er geen gekke dingen gebeuren, dan hebben we gewonnen. En dan wordt Dennis van het veld afgehaald. Een of andere gozer, die is al helemaal warm gelopen, en die neemt hem over. Is dat niet een erewissel? Dat is de dood. Dan hoef je niet meer te werken. Eindelijk vrij. Want jij bent niet van deze wereld. Dat is wat die globalisten. Vroeger heetten ze de universalisten. De katholieken. Dit is het Grieks.
Maar die universalisten, die globalisten, die... Oh, we moeten allemaal één zijn. En die komen met die onzinverhalen als dat we afstammen van de apen. En dat kan helemaal niet. Jawel, Peggy, dat kan wel, want ze zeggen het. Ja, ze zeggen het. En het kan helemaal niet. Wij lijken in niks op een aap. Helemaal niks. Ja, behalve als je kijkt naar sommige voetbalsupporters of Mark Rutte. Je moet gewoon je bek houden, man. Maar niet in de zin van wie wij zijn. Wij, de mens, wij zijn empathisch. Daarom houden dieren meer van mensen dan van andere dieren. Alle dieren, neem de vogeltjes op mijn werk. Het is allemaal wel leuk en dan komen er weer merels aanvliegen en dan komen er weer extras en dan komen er weer roodborstjes en dan komen er weer mussen. En allemaal pikken tussen het gras en al die blaadjes opzij om te kijken of er wormen onder zitten of weet ik wel wat voor een gefriemel. Maar dan zijn de merels daar en dan komen de extras komen eraan. En dan denken de merels, oké, nou dan ga ik wel even weg. Ja, want je wil geen hijs aan met een extra. En ze hebben de roodborstjes hebben dat ook niet zo per se op merels. Ja. En de merels onder elkaar, nou die heb ik ook... Eens een merel een beetje lekker en een andere merel van, hey, ik ben niet bezig, man. En dan echt op die andere merel af van... ik dacht, wil even, ja. En degene denkt van, oké, ga wel weg. En wij mensen, wij geven elkaar te eten. Wij kunnen dat voelen. Hè? Dus dat als je iemand iets geeft... en... niet dat je daar gelijk een beloning voor krijgt. Oh, het goed dat je dat gegeven hebt. Maar je geeft het zonder meer. Hoeft niemand te weten. Dat geeft je een lekker gevoel. En dat is wat ons zo apart maakt. En dat is waarom wij eeuwig zijn. Want wij zijn empathisch. En dat is eeuwig. Dat is gelijk de wil. En in dat geheel vrees je alleen maar voor... de momenten dat je niet in de gaten hebt... dat je een ander krenkt of... beschadigd of andere narigheid. Of dat je een ander helpt met iets waar die helemaal niet mee geholpen moet worden. Ja, want als je een ander hulp aanbiedt, dan geef je aan die ander ook te kennen dat jij vindt dat hij of zij iets niet zelf kan. Dus hulp geven. Nou, daar zou ik even over nadenken. Dat zie ik ook bij de opvoeding. Dat ouders hun kinderen gaan helpen. Op momenten dat ze dat helemaal niet moeten doen. Toen mijn dochter bij mij kwam en zei... Ja, pap, ik heb morgen huis weer. Of dingen zo. Wil je me overhoren? Mijn antwoord was stevast. Nee. Waarom? Ja, ze zei, maar straks heb ik een onvoldoende. En dan blijf ik zitten. Ik zei, ja, is dat mijn probleem? En waarom is dat voor jou een probleem dan wel?
Ja, maar dan zit ik niet bij mijn vriendinnetje in de klas. Dan gaat zij door en dan blijf ik zitten en dan zit ik zonder haar. En dan vind ik, ja, ik wil wel overgaan. Nou, als je over wil gaan, dan moet je gaan studeren. En anders blijf je lekker zitten. Maar maak mij het aan. Zo moet je met een kind omgaan. Als je een kind wat bang is voor een tentamen en die ga je helpen, die ga je overhoren en nog een keer en nog een keer. Dat geeft alleen maar stress. Je moet tegen je kind zeggen, het maakt niet uit dat je een onvoldoende hebt. Je moet jezelf niet beter voordoen dan je bent. En als jij er niet goed in bent, nou, dan is het maar beter dat wij het allemaal weten. Ja, maar straks heb ik geen goede baan. Nou, dan moet je het onze vader nog een keer gaan bidden. Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel gelijk op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want u is de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. En voor de rest heb jij je nergens zorgen over te maken. Behalve als je niet snapt wat die naam of die frase inhoudt, uw naam worden geheiligd. Oh, ik dacht dat het ging om dat hele dagelijkse brood. Ja, ook. Maar dat intro, dat is ook. Daar zit ook wat in, snap je? En als je dat snapt, dan kijk je naar je omgeving en denk je, och, erm. En dan kijk je naar die Albert Heijn-medewerkers en denk je, ja, ik sta ook met een mondkapje. En ik weet wat het inhoudt en dat is helemaal niet leuk. En dan krijg je koppijn van, heb ik ook ontdekt. Dus ik loop op mijn werk met een mondkapje, maar als ik niemand zie, dan huppakee, dan gaat het ding omlaag. En dan hoor je weer iemand aankomen lopen en dan hup, gelijk dat ding weer over je neus. Dan heb je even frisse lucht gehad. En net als een walvis die even naar boven moet. En even, nou, we kunnen er weer tegen en dan weer omlaag met je mondkapje. Ja. En het grappige is dat met die quarantaine zijn er alle bewoners 24 uur per dag binnen het hek. Ons hek. Dat terrein heeft een hek, maar iedere locatie heeft ook een hek. Dus ze kunnen wel naar buiten, maar alleen achter het hek. En dat zijn mensen. Hè? Die blijven heel creatief. En een drukte, man. En ik zei het tegen een collega, want ik vind het hartstikke leuk. Ik kan niet anders zeggen, ik vind het hartstikke leuk. Een beetje druk. 10 man en dan 14 man begeleiding erop of zo. En dan de schoonmaker. En dan nemen we van die handige luidsprekers met Bluetooth. En iemand heeft dan zo'n smartphone ellende apparaat en die drukt op een knopje en grappige muziek. En dan gaan ze frikandellen bakken, patatsen. Oh man, je lacht je echt kapot. Het is gewoon heel gezellig. Het is ook leuk voor die mensen. Want dan hoeven ze niet naar hun werk. Want zo wordt dat genoemd, hè? De dagbesteding. Hun werk. Nou, dat hoeven ze niet.
Alleen Joop Zoetemelk, onze fietser. Ja, die mag alleen maar in de tuin fietsen. En dan, ja, dat is niet heel nodig. Dan kan je, nou ja, kan een stukje fietsen, maar dat is niet ver, nee. Ja, die mag niet buiten het hek fietsen. Nee. Anders gaat iedereen dood. Dat ik ook zo zei. Maar ja, de badkamer op de B-vleugel. De B-vleugel is de drukke vleugel. Die moet toch echt gebeuren? En dat de wasvrouw zo bedenkelijk tegen mij zei... Nou, het moet wel kunnen, hoor. Ja, dat is een heel probleem. En dat kan natuurlijk. Inmiddels slaan ze mij niet meer. Dat vind ik erg prettig. En dat was ook nooit persoonlijk bedoeld. Alleen nu weten ze... dat is de schoonmaker met de chocolaatjes en chips aan boord. Want dat is mijn geheime wapen. Ik heb snacks in mijn schoonmaakkar liggen. Oh, maar Piri, dat is niet hygiënisch met die chemicaliën. Nee, die liggen apart. Ik heb een professionele waskar. In mijn gereedschap bakje. Er zit een schaar in en een combinatietang en een krabmes en wegwerp handdoekjes. De extra voorraad aan handschoentjes. En daar liggen dan ook snacks. Ik had eerst alleen maar chocola, maar nu gooi ik het over twee boegen. Ik heb nu chocolaatjes en hot chili. Wat is het eigenlijk? Het is van de Action. Hot chili. Kleine rondjes van mais of zo. Een goede chili. Kun je lekker knabbelen. Een beetje zout zit erin. Zo, lekker. Zelf vind ik ze ook lekker. Ik ben niet zo'n chocoladefan. Maar chocolaatje. De Groningse herenboer is helemaal verzot van chocola. En daar gaat het mij om. Ik wil gewoon lekker werken. Ik ben geen allemansvriend. Ik wil wel overkomen als iedereen, als iemand die open staat voor iedereen. Ook al heb jij een beperking. Je mist een been of een oor. Als er nog maar een hoofd op zit. In principe ben ik dan nieuwsgierig naar wat je te vertellen hebt. Ook al kan je niet praten. Dat interesseert me ook niet. En dat is mens. Wij weten dat wij in leven worden gehouden. Door de kracht, de heerlijkheid, tot in een eeuwigheid. Dieren denken daar anders over. Arthur Schopenhauer heeft dat... Hij heeft daar een uitspraak over gedaan en kort door de bocht gezegd, begrijpen dieren niet wat dood is. Sterven. Interesseert ze niks. Ik zuig ook van die spinnen op, hè. We zitten in het bos en echt heel veel spinnen. Ja, we hebben zo'n stofzager, een Aero 8 van Tusky. Geweldig apparaat. En dan... Is dat leed voor die spin? Nou, volgens mij is er meer leed voor mij als schoonmaker wanneer ik dat niet doe. Want dan krijg ik op een donder.
Met die wasvrouw bijvoorbeeld, die dan zegt... Hey, de spin hier, een spin daar, en die kan niet. Keihard, jongen. Dan kan je onmiddellijk al die spinnen gaan verwijderen. Anders heb je de vliegende, vlammende oorlog in de tent. Dus ja, dan gaan die spinnen er maar aan. Ja, het is of Hully, of ik. En ik voel helemaal niks, hoor. Er zit zo'n spin en denk ik, zika, erin, zika. Af en toe proberen ze nog weg te lopen, maar denk ik, weg met die spinnen. Wat is dat nou? Dat is niet hygiënisch. Ja, maar zo'n spin moet ook leven. Ja, maar niet daar. Ik kwam een keer in de badkamer op de A-vleugel en er zaten 8 spinnen. En ik weet zeker dat ik de dag daarvoor het hele plafond, alle hoekjes gecheckt had en het helemaal schoon was. Kom je de volgende dag terug, zitten er 8. Goedemorgen allemaal. Nou, dan kan je met je stofzuiger een badkamer binnen. Het leven is ontzettend eenvoudig. Tenzij je er wat van verwacht. Want mensen die denken van ja, het is op zich wel goed, hè? Maar het zou beter zijn. En dan komen ze met een of ander idioot verhaal. Beter wat? Ik begrijp het echt niet. Er is zo'n nummer van Doe Maar. En dat luidt... Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles... wat er is? Dan denk ik... Ja, heb jij last van... Korsakoff of zo? Van, nou, ik heb... is het wel alles? Is het wel alles... Is het wel alles wat er is? Ja, gewoon een vraag, want misschien ben ik wat vergeten. Maar ja, die andere ziekte, dat je ook zo vergeetachtig wordt. Parkinson of zo? Nee, Alzheimer. Ja, dit is alles. Dat wordt niet veel beter. Voorlopig. En wat maakt het uit? Arthur Schopenhauer heeft beloofd, het allerergste komt nog. Nou, dat is een goed bericht. Dan gebeurt er eindelijk wat. Ons gebeurt helemaal niks momenteel. De gemiddelde leeftijd in Nederland over de afgelopen 20 jaar is aanmerkelijk gestegen. Dus waar zeuren we over? Ja, maar heel veel mensen die hier in Nederland, dat is bijna 50%, die spreekt, die kan ik niet verstaan. Nee, nou ja, oké. Dit lijkt mij... Ja, wat is het probleem eigenlijk? Kan jij Nederlands spreken? En waar blijkt dat uit? Kijk, we hebben een overheid en die doet niks anders dan ons pesten. En problemen opblazen. En dan moeten wij weer geld gaan storten op Giro 555. Of het wordt automatisch verrekend met het verhogen van de prijs per kilometer van het openbaar vervoer. Ik ben van mijn loon 10% kwijt aan reiskosten. Ja, ik laat me even een pauze vallen.
Maar waar gaat het over? Dus ik kan mijn inkomen met bijna 10% verhogen door dichter bij huis te gaan werken. En ik werk op 10 kilometer afstand. Ja, ja. Nou, als dat dan niet eens meer kan. Het is verdorie een kwartiertje met de bus. Nee, minder dan een kwartier. 13, 14 minuten met de bus. Dat is 10% van mijn maandinkomen. Oh, maar Piri, dan moet je een abonnement nemen. Nee, die zijn er allemaal niet. Je kan een regio-abonnement kopen en dan... Ja, maar dan moet je in één klap, ik weet niet hoeveel betalen. Dus er is voor mij geen alternatief. Met de fiets gaat ook niet. Lopend gaat al helemaal niet. Zou 2,5 uur lopen zijn naar mijn werk en weer 2,5 uur terug. Ja, sorry hoor. Nou, met de fietsen heb ik 1 keer gedaan. Nooit meer. Ik heb ook nog een scooter geprobeerd. Dat is 1 keer. Laat maar zitten, dat ding. Nou, een elektrische fiets, dat is te overwegen. Alleen, ik woon in het centrum van Arnhem. En er lopen hier dieven en ander tuig over straat. Dus het is maar de vraag of je fiets er de volgende dag nog staat. Want geloof me nou maar dat ze dat in de gaten houden. Dat ze in de rondte lopen en kijken waar de mooie fietsen staan. En dan maken ze een schemaatje en dan gaan ze eventjes langs met een busje. En dan pakken ze alle mooie fietsen weg, want die staan er iedere dag. Ja, ik werk regelmatig, dus dan weten ze... Ja, hij staat altijd daar met die fiets. Ja, pak je even mijn fiets. En een elektrische fiets, dat kost. Dus voor mij 1,5 maand salaris. En dan ben je dat in 1 keer kwijt. Dan sta je 1,5 maand achter. Dus dat is ook geen alternatief. Nu. Dat is de samenleving waarin we leven. En maakt dat uit? Nee, helemaal niet. Ik ben niet gek. Nee, ik kan niet alle zorgen van de wereld op mijn schouders nemen. Dat doen we even niet. Dus ik doe maar alsof er niks aan de hand is. Ik ben blij dat ik mijn... Ik heb mijn natje, ik heb mijn droogje. Ik heb mijn internet, ik heb mijn leuke computers. Mijn fijne collega's. Ik kan lachen bij mijn werk. Het is altijd plezier, altijd gein. Dan ben je toch tevreden? Ja, maar wanneer komt dan de grote wereldverbetering, verandering? Nou, het allerergste komt nog. Dus dan maak je geen zorgen. De mate waarin de mensen tegenwoordig tegen elkaar liegen, is overweldigend. En dit kan alleen maar ontzettend fout gaan. Zoals ze in Rome zeiden, in het Latijn. Ex falso. Sic vitur quod libet. Ex is uit. En falso is vals. Is ongerijmd. Dat het niet klopt. Uit dat wat niet klopt. Sic vitur. Dat betekent vervolgens. Sequentie. Het gevolg. Uit dat wat niet klopt, uit puinhoop, uit falso, uit... Maar dat klopt niet. Hè?
volgt Quodlibet. En libet, dat staat voor vrij. En quod is voor zaak of zo. Spul. Een soort van. Wij zouden zeggen wat je maar wil. Dus uit puinhoop volgt wat je maar wil. Wat je maar kan fantaseren. Dus als jij wat weet te verzinnen, wow, dan kan uit puinhoop komen. Ja. Want uit puinhoop komt van alles. Want dat blijft zich maar herhalen. Totdat er uit die puinhoop een orde komt. De Great Reset. Dat is ook zoiets, daar is iedereen bang voor, voor de Great Reset. Ja, dat zegt die Klaus Schwab. Ja, dan komt er een Great Reset. Maar wat is nou een Great Reset? Nou, dan moeten we allemaal verplicht gevaccineerd worden. Ja. Hoe schadelijk zijn die vaccins eigenlijk? Gaan we er echt allemaal dood aan? Of zal het wel weer eens zo zijn dat 98% van de mensheid, en juist degene waarvan je dat niet verwacht had, die hebben er geen last van. En de rest wel. Als bij mijn werk, dat zal denk ik wel eens kunnen komen, dat... Ja, dat ik alleen maar gevaccineerd mag schoonmaken. Ik denk dat ik dat dan gewoon maar doe. Nou, dan ga ik wel gevaccineerd het toilet reinigen. Ja. Ik ben 61. Dus... Ja, lange termijn effecten, nadelige lange termijn effecten. Ja, daar zal ik geen last van hebben. Want tegen die tijd, dus over 30 jaar of zo, dan ben ik toch al dood. Dus... Als er maar geen korte termijn effecten zitten aan het vaccin, dan ja. Maar die langere termijn effecten, dat interesseert me dan ook helemaal niet. Ja, toch? Relax tegenaan kijken. En ben je jong en dan ga je toch voor zo'n prikkie. Nou, moet je zelf weten. Van tevoren, voordat je je laat vaccineren, eerst even lekker uitrusten. Veel vitamine C, kan nooit geen kwaad. Op tijd naar bed, en lekker vroeg opstaan. Niet te veel zuipen. En je lekker in je vel zit, en dan even een sprietje erin. En dan 3 dagen vrij. Even uitzieken. Dat je de eerste golf, die wordt ingespoten met rotzooi. En dat heeft een effect natuurlijk. Want als het geen effect heeft, dan heeft het ook geen zin om iemand in te spuiten. Dus het heeft effect. Wat voor een effect? Ja, dat weet je niet. Ex falso, sequitur, quodlibet. Je weet niet wat eraan komt. Maar neem 3, 4, 5 dagen vrij. Dan ga je lekker naar buiten, dan ga je karper vissen of zo. Een kalm aandoen, veel frisse lucht. Ja, een beetje bewegen, wandelen. Maar ja, als je gaat karpen vissen, dan ga je automatisch wandelen. Of snoekmaars. Die grote regelaars aan, en de huppakee. Ja, maar Piri, je mag niet meer overal vissen. Ja, dan los je dan maar op. Ja, toch? Gewoon wel lekker kalm aandoen, man. Kijk, wij strijden niet tegen vlees en bloed. Wij strijden tegen overheden. Dat is zo. Dat is 2000 jaar geleden
opgeschreven. En waarom is het sinds die tijd achterhaald? Ja, nee, maar toen, hè, toen het opgeschreven werd, hè, toen waren overheden echt slecht. Maar tegenwoordig hebben we Mark Rutte. En dat is een fatsoenlijke man. Die ziet er ook netjes uit. Meen je dat nou werkelijk? Of durf je niet toe te geven dat er sinds 2000 jaar geleden geen biet veranderd is? Zoals de Les Poppies aan het zingen waren. Oh nee, nee, niets is veranderd. Alles gaat maar door. Ho, ho. Non, non, rien a changé. Tout, tout a continué. Oh, oh. Zo is het. Ook mensen die zeggen, ja, dat seksueel kindermisbruik in de katholieke kerk, daar moet er echt wat aan gedaan worden. Ja, dat soort dingen staan al in de krant sinds de 15e eeuw. Dus, niet gaan doen alsof er nu plotseling een probleem is met seksueel kindermisbruik onder die globalisten. Dat was toen al. Ja. Dus wat moet je ermee? Ook wel is het met de toestand en alles en met die corona. Maar denk eens aan het seksuele kindermisbruik. Of aan kindermisbruik in het algemeen. En waar vindt dat plaats? Op het eiland van Jeffrey Epstein? Of in de Bovenbrugstraat 14C? Bij jou om de hoek? Wees eerlijk. En wat is erger? Wat Jeffrey Epstein heeft gedaan? Nou, ik vind wat Jeffrey Epstein heeft gedaan, dat dat behoort tot de categorie van redelijk onschuldige toestanden. Jeffrey Epstein wil het niet graag doen met vrouwen van 26, 28, 35. Dat vond hij helemaal niks. Hij wilde wel seks met vrouwen, maar 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, zoiets. En die vrouwen die werden netjes geïnviteerd. En die wisten ook wel dat er dingen zouden kunnen gebeuren. Als je er verdorie in een vliegtuig gaat naar een eiland. En dan achteraf terugkomen en zeggen, ja, maar ik vond het echt niet lekker, die seks. Ja. Je hebt er wel zelf voor gekozen. Vind ik. Maar wat de moeder van mijn wettige kind is overkomen, daar heeft zij niet voor gekozen. Dat is niet waar. En dat soort verhalen, daar zijn er heel veel van. En die gaan zo ver dat je denkt, nee, maar dat kan niet. Ik heb opgetekend uit de mond van iemand en die zei even, nou, toen ik 12 was, toen dacht ik van, nou, ik heb het wel eens een beetje gered, want alleen die hele kleintjes worden vermoord tijdens de ceremonie. En toen kreeg zij tot haar grote verrassing een ritueel te zien en daar ging iemand op het offerblok. En die was 18. En toen dacht ze, kut. Ja, maar die vrouw die was hallucinerend. Die was denk ik niet goed bij haar hoofd.
Nou, daar kunnen we over twisten. Er is iets vreemds met die vrouw. Dat weet ik zeker. En wat ze mij verteld heeft, is aan straatnamen, huisnummers en zo. Wat ik dan wist en wat ik kon controleren, heb ik gecontroleerd. En dat klopt allemaal. En ze zat bij de Jehova's getuigen, want ze had zo'n Jehova's getuigen Bijbel. En ik heb die Bijbel van haar nog vergeleken met mijn NBG. Ja, ja. En het begint volgens mij met onze eigen moraal. Van onszelf. En de strijd tegen overheden is niet per se dat je gaat doen wat ze in Putten hebben gedaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen hebben ze een officieren van het Duitse leger in een hinderlaag. Nou, niet gelokt, maar ze hadden een hinderlaag gelegd. Ze wisten precies dat die man elke vrijdag, en ze zouden hem even pakken, met z'n allen. Dat is niet goed. Dat is niet de strijd die je moet vechten tegen de overheid. Die strijd die speelt zich af in de wereld van het gedachtegoed. Je kan ook zeggen dat in Efeziërs 6, daar heb ik het over, dat daar niet staat, wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Maar dat daar staat, wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overtuigingen. Want dat staat in de King James. Principalities. En denk hierbij aan het boek van Machiavelli, Il Principe. Dan kan jij denken, oh, Il Principe, dat is het principe. Dat is ook goed vertaald. De andere vertaling is de prins. En dan moet jij nog eens Daniël 9 gaan lezen. Dat is het Oude Testament, Daniël. Hoofdstuk 9. Waarin het woord prins. En je hebt dus de grote verwarring, want je hebt de prins. En je hebt de prins der mensen. Dat principe, die overtuiging, daar strijden wij tegen. En dat kan alleen door de mensen in jouw omgeving te troosten. En dat is de houding die past. Dat is het ontbrekende puzzelstukje. En wij zijn heel langzaam van begrip. Maar dat betekent niet dat we het niet helemaal begrijpen. Het kost tijd voor ons om het te begrijpen. En dat moet je de mensheid niet kwalijk nemen, dat ze dat zo langzaam van begrip zijn. Want dat is niet troostrijk. Je moet niet tegen iemand die iets niet snapt zeggen, nou zie ik dat je dat niet snapt, nou dat begrijp ik niet. Dat geeft geen troost. Als iemand iets niet snapt, dan zoek je een aanknopingspunt. En dan begin je met troost te bieden.
uiteindelijk is het zo dat iedereen alles weet. En dat begrip van de all-seeing eye, dat zit in jou. Dat ben jij. Snap je? En daarbij geldt het credo, het dogma, het principe, de overtuiging. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. En je moet oordelen. Want anders neem je niet waar. Je moet oordelen. En dan heel duidelijk. Dat wel, dat niet. En dan in heldere woorden. En als je daar meer van wil weten, van hoe te spreken, luister naar Reverend Jesse Lee Peterson. Een neger. Een Amerikaanse neger. Opgegroeid op een plantage in Alabama. Sweet Home, Alabama. Moet je eens luisteren. Hoe die, hij heeft een phone-in show. Elke ochtend om 6:00 Pacific Time. En elke dag een ander t-shirt aan. Dat is echt heel leuk. Hij heeft een team van mensen om zich heen. Er zit ook een blanke tussen. En ja, de bellen ook blanken. De bellen negers, de bellen de Mexicano's, de Latino's, de Mestizo's. Iedereen belt. En dan moet je eens luisteren naar het taalgebruik. En dan kan je horen dat Jesse Lee Peterson, die is genadeloos. Dus als hij hoort dat iemand lesbisch is, dan moet hij met zijn Gilles de La Tourette-syndroom, hè, dan moet hij zeggen, lesbion. Van, oh jee, er is er weer één. En dan kan je zeggen van, ja, nou zeg je, kan het niet een beetje vriendelijker? En dan zal Jesse Lee Peterson tegen jou zeggen van, ja, moet je goed begrijpen, ik ben een neger. En van nature langzaam van begrip. En dan ben je klaar met kletsen. Dan moet je luisteren naar het taalgebruik van die mensen die bellen. Die gaan allemaal af. Allemaal af. Er komt alleen maar onzin uit die monden. En frustratie. En dit kan je toch niet zeggen? Nou, dat kan je wel zeggen. Een goede tip hoor. Jesse Lee Peterson. Lekker rauw.
recht voor zijn raap. Wat Jesse Lee Peterson ook zegt, als negers gaan roepen om hulp, dan zijn dat zwakke negers. Want waarom heb jij hulp nodig? Ze hebben het over reparations. Poen voor de tijd dat onze grootoma, die heeft toen gewerkt. En, daar hebben we echt heel weinig voor gekregen. Dus wij als de kleinkinderen van die overgroot, daar willen we toch wel wat poen. En de politie die pikt ons er iedere keer uit. En die blanke gozers, die hebben helemaal nergens last van, man. Maar iedere keer de negers, weet je wel. Altijd die negers, die zijn de klos. En Jesse Lee Peterson zegt. Nee, jullie zijn de klos geworden. In de jaren 60. Met een begrip als mensenrechten. En ze hebben jullie verneukt. En wat jullie zijn gaan doen, is jullie zijn seks gaan hebben buiten het huwelijk. Hebben daar ook nog kinderen mee verwekt. Dat is dubbele schande. En nou zit je met de gebakken peren. En daar komt het van. En daar heeft Reverend Jesse Lee Peterson helemaal gelijk in. Want bij die blanken is het ook een angstaanjagende toestand. De hand in eigen boezem stekende. Mijn dochter heeft al 3 kerels afgewerkt. En gedumpt. Klaar. Jammer, Piri, jij bent een sentimentele oude zak. Ja, en ik sta aan de kant van Jesse Lee Peterson. En mijn dochter is atheïst. Dat betekent globalist. Mijn dochter gelooft in principes. Zij is van de principality. Zij is overtuigd. CO2 is misschien geen probleem. Wat belangrijk is, is dat als we doen dat CO2 een probleem is, dat we het ook doen. En dat we onszelf bewijzen dat wij een CO2-probleem, of het nou bestaat of niet, wel serieus nemen. Want anders gaan we allemaal dood. En ik begrijp dat. Ik begrijp haar. Het is echt geen probleem. Ik wil maar zeggen dat je moet niet oordelen om jezelf vrij te spelen. Ik moet oordelen in die zin dat die onzin die uit de mond van mijn dochter komt, zorgelijk is. Dat is een oordeel. Maar dat is niet haar schuld. Ja, voor een deel wel, maar kijk, Jesse Lee Peterson heeft zelf buitenechtelijke seks gehad. Met kinderen. En dat wordt hem nog nagedragen ook. Ik heb ook buitenechtelijke seks gehad.
met een kind. Tot gevolg. En ik weet niet eens zeker of het mijn biologische kind is. Want Peter Bosman die zegt, ja, ik kan net zo goed de vader zijn. Is het 50-50 of zo? Maar dat weet ik ook pas sinds een tijdje. Het is wel zo dat ik verantwoordelijk was dat ze leerde zwemmen en leerde duiken en leren steppen, fietsen, pistool schieten. Heb ik nog meer geleerd? Ja, lezen. En rekenen. Ik weet nog dat mijn dochter, die was 5 en die vroeg aan mij, ja pap, dat lezen, dat snap ik nou wel, hè? Maar hoe is het nou met rekenen dan? En ik, de slimme Rick, je kind is 5. Kan het niet rekenen. Dat heeft dat heeft pas zin vanaf het 7e jaar. En dan kunnen ze de grap van inzien. Want 12 keer 12 is 144. En 13 keer 13 is 169. En 14 keer 14 is 196. En 15 keer 15 is 225. Maar dat gaat niet als je 5 bent. Een belangrijk moment daarbij is dat de tanden gaan wisselen. Want dan snap je het verschil tussen A, B, C, D, E en het feit dat je 2 of 3 of 4 of 5 tanden heb gewisseld. Dat wordt dan plotseling heel wezenlijk. Die ene tand zat daar, die andere tand zat nu, maar dat maakt niet uit waar die zat. Maar het zijn zoveel tanden die je gewisseld hebt. En dan komt het rekenbesef. Ja, en mijn dochter was 5 en ja, die stelt mij een vraag van, pap, kan je me even uitleggen wat rekenen is? En toen heb ik haar de wet van Lao Tse gedicteerd. Ik zei, nou, het zit als volgt. Taal, dat is heel ingewikkeld. Met A, B, C, D, E, F, G, H, I, allemaal woorden en toestanden. Het is heel ingewikkeld. Maar rekenen, dat is heel simpel. Heb je 0, 1, 2, 3, hè? En het werkt als volgt. Heb je 0 is 1. 1 is 2. 2 is 3. En de rest. Oh, zei mijn dochter. Nou, dan weet ik dat ook weer. En toen ging ze buiten spelen. En ik zeg je, zo is het echt. 0 is 1. En 1 is 2. Dat kan niet anders. Er is maar 1 nul. 0 is helemaal niks. 0 is 1. En 1 is 2. Dus dat is de secondo. 0 is 1. Dus dan heb je... Oh, 1, 0. Ja, dan heb je dus 1. Maar dat is dus 2. Als je een 2 hebt, dan is dat 3. Ja, maar zo kunnen we wel blijven doorgaan. Dat is de wet van Lao Tse. Ja, dat klopt. Het is uitermate eenvoudig. Precies wat je kind moet leren als het nog niet een wil heeft om te kunnen rekenen. Tot de volgende. Doeg!